We gaan nu beginnen met rennen. En daarna gaat hij ons nog kapot maken binnen. Het is niet leuk, maar ja. Als je wil winnen, moet je dingen doen wat je niet leuk vindt. Dus. Oh ja, give them. Ik ben met de squad, dat is de Big Bang. Jij moet nu niet denken dat je lid bent. Jij komt met ons rennen als je fit bent. Als je fit bent, ik ben al lang gone. Hey, Mike, we zitten in de laatste week voor Glory 92. Twee van je vechters gaan vechten. We zien je in die laatste week ook nog echt afbeulen. Moet je niet wat rustiger aan doen? Ja, zeker. Zeker. Dit was rustiger aan? Dit was rustiger aan. Dit was rustiger aan. Nee, maar we zitten nog op schema, joh. Dit is de laatste week, vandaag tenminste, dat we nog met Mike en Jan nog even knallen. En dan zijn ze in principe zijn ze gewoon klaar. Dus hebben ze genoeg rust. Maar we zitten een week voor je gevecht tegen Serkan Özcalian, Glory 92. Klopt. We hebben je net zien trainen. Je houdt niet echt in, hè, in die laatste week ervoor. Nee, nog laatste beetjes. Dus ik probeer echt alles nog eruit te persen wat ik kan. Dus vol gas, vol in gas. Ja, man. Ja. Hoe voelen die laatste weken voor zo'n gevecht? Qua training best zwaar. Dus eigenlijk, je bent eigenlijk nu echt aan het pieken. Je probeert eigenlijk gewoon alles nog eruit te halen wat je kan. Want in die fight week ga je niet meer gek doen. Dus het is eigenlijk, ja, ik maak het voor mezelf een hel, om maar zo te zeggen. Ja, ja, het is echt te zien. Je vecht volgens mij altijd voor 7 rondes. Ja, je hebt er nu gelukkig maar 3. Ja. Tegen een top tegenstander, Serkan Özcalian. Mm. Hoe kijk jij naar de partij die je straks gaat vechten? Hoe kan ik naar kijk? Ja, kijk, tuurlijk, hij is een jongen die lang meedraait. Maar als ik gewoon scherp ben die dag, dan. Dan heb ik hem wel, 100%. Ja. Ja, het wordt een Haags onderrondje. Mm. Speelt dat mee in deze wedstrijd? Tuurlijk speelt het mee, maar ik kijk er gewoon heel plat naar. Weet je? Uiteindelijk moet ik gewoon winnen. Of het nou voor de Haagse titel is, voor de belt. Maar maakt het helemaal eigenlijk niet uit. Ik moet gewoon winnen. Dus ik laat dat niet echt meespelen, zeg maar. Michael Boapea gaat straks tegen Serkan Özcalian vechten. Hij komt van een verliespartij, een titelgevecht. Ja. Waar hij zich kranig weerde, maar waar hij wel de mindere was. Hoe heb jij hem na die partij weer opgebouwd? Weer op zijn plek gezet en gezegd, hey, we kunnen dit nog steeds? Ja, kijk. Allereerst, kijk, als je kijkt naar Mike's carrière, hè, en ik blijf het herhalen. Mike is in zijn gewichtsdivisie, denk ik, enige met zo weinig partijen qua ervaring. Dus qua partij tegen Wisse, ook daar hebben we van tevoren afgesproken hoe we dat moeten aanpakken. Het is geen 3x3, het is 5x3. Ook daar zie je de ervaring terug. Je praat over een verliespartij. Ja, op papier is het een verliespartij. Maar wij hebben het als een leerproces gezien. Tegen Brown toen, dat was een verliespartij. Die partij deed pijn. Maar tegen Wisse, als ik heel eerlijk ben, tuurlijk hadden we de wereldtitel willen meenemen. Maar ik ben blij dat we dit proces hebben meegemaakt. Want Mike moet dat meemaken. Kijk, als het Tarek is, zeg ik, nee, maar vriend, we hebben genoeg ervaren. Blabla, je had dat moeten weten. Maar Mike had dit mee moeten maken om die groei te kunnen maken. En die groei heeft hij nu doorgemaakt. En dus ik ben alleen dankbaar dat we dit hebben meegemaakt. En we zijn daarvoor is hij mentaal sterker geworden. En voor hem kan hij niet wachten, man, om volgende week te knallen. Ja, die is er helemaal klaar voor. Waarin zie jij de groei van die verliespartij, van dat leerproces, zoals je het noemt? Nou ja, kijk, hij is ook nog eens jong, koppig. Dus denk dat hij het altijd beter weet. Dus daarin begint hij te beseffen van, hey, ik moet beter of beter naar mijn hoek luisteren. En daarnaast zie ik hem op vechtgebied steeds slimmer vechten ook. Je hoeft er niet altijd
een oorlogspartij van te maken, een dogfight van te maken. Hoeft niet altijd, weet je. Dus daarin heeft hij heel veel stappen gemaakt. Maar dat vooral ook mede dankzij die partij met Wissen. Absoluut. Dan is het wel heel mooi dat je een partij tegen Serkan krijgt, waarvan iedereen zegt, dit wordt een dogfight, dit wordt een matpartij. Moet je dan Mike terughalen daarin? Want Serkan is toch wel iemand die graag wil matten, of niet? Ja, hij mag wel komen matten. Ik hoop dat hij dat ook echt doet. Dus nee hoor, ik haal Mike helemaal niet terug, maar ook in een dogfight kan je slimmer zijn. Mm-hmm. Snap je? Ook daar kan je slim in zijn. De Amerikanen hebben het over in de pocket vechten. Ja, maar een pocket heeft ook, af en toe moet je kleingeld zoeken, weet je wel. Zit hij in een hoekie, zit hij links of rechts, soms zit hij in het midden. Dus ook daarin kan je je ontwikkelen en slimmer in zijn. Maar partij tegen Serkan is alleen maar top. Top, zeker voor Den Haag. Je komt van een verliespartij tegen Donovan Wissen. Ja. Een partij waar je je kranig weerde, maar waar Donovan de betere was. Wat heb jij geleerd van die partij? Want... Ja, zonder om te veel weg te geven. Ik denk dat ik die dag te veel was met van ik moet iets bewijzen. Ik denk dat ik... Op die manier een beetje zo de wedstrijd inging van ik moet aan iedereen bewijzen dat ik niet zomaar een pannenkoek ben. En dan ga je toch wel onbewust een beetje anders vechten, een beetje te geforceerd vechten. En dat heeft me eigenlijk in de latere rondes gewoon, dat heeft eigenlijk gewoon het gedaan voor mij, waardoor ik de wedstrijd toen niet had gewonnen. Dus zonder om te veel dingen weg te geven, ga ik er nu wel anders mee om. Dat is wel wat ik heb geleerd, dat ik hoef me voor niemand te bewijzen. Weet je, als ik daar sta en de bel gaat, ik doe gewoon mijn ding. En dan komt het vanzelf wel, zonder om iets te forceren. Dus dat is denk ik wel de belangrijkste wat ik heb geleerd die dag, ja. Je trainer Mike vertelde ook al dat je ook op die dag ook wel geleerd hebt van je hoeft niet altijd vooruit of in een dogfight te belanden. Je kan ook soms wat tactischer vechten, wat slimmer vechten. Is dat ook iets wat je meegekregen hebt daaruit? Ja, dat sowieso. En weet je wat het is? Ik heb ook best wel veel kwaliteiten. Ik heb misschien een bepaalde vechtstijl laten zien nu in Glory, maar ik heb nog heel veel verschillende vechtstijlen. Dus het is jammer dan als je alleen één kant van jezelf laat zien, terwijl je misschien nog vier hebt. Weet je, dus zo zijn we eigenlijk nu weer te werk gegaan. En ik denk dat jullie wel een mooie tijdbond 2.0 gaan zien 18 mei. Ja. Is Serkan dan een tegenstander die je juist wil hebben of juist niet? Want hij staat er in principe ook wel onbekend dat hij er graag gewoon een matpartij van wil maken. Dat hij gewoon graag wil knokken. Oh, dat mag hij zeker doen. Want dat doe ik ook nog steeds. Maar ik ga wel laten zien dat ik wel toch een leveltje beter wel zijn ben. Ja, is het niet lastig dan omdat je misschien tegen zo'n tegenstander hem mee laat slepen in dus matten, zeg maar. Ja, dat is zeg maar, dan moeten mijn kwaliteiten eigenlijk die dag gewoon... eigenlijk, ik moet gewoon scherper zijn als hem, weet je. En niet met hem meegaan. Ik moet mijn eigen ding doen. Snap je? Los van dat hij wil knokken of niet wil knokken. Ik moet gewoon vanuitgaan van mijn eigen krachten en niet met hem meegaan. Maar ja, you never know. Misschien maak ik er toch wel een gekke dogfight van. Een beetje spannend houden toch? Ja. Ik ben er vooral bang voor Mike, die dan in je hoek staat en zegt, ja, je luistert niet. Ja, maakt niet uit. Als ik win, dan win ik. Dus dat komt wel goed. Laatste vraag. Partij tegen Serkan straks, hoe gaat hij eruit zien? Ik met de winst naar huis sowieso. En als hij niet uitkijkt, denk ik wel dat ik hem gewoon neersla. Ja, dat is wel wat mijn gevoel zegt, ja. En mijn gevoel ligt niet vaak. Dus, ja.